Is deelmobiliteit de toekomst? Wij denken van wel. Ook in jouw nieuwe project kun je te maken gaan krijgen met deelmobiliteit. Lastig en ingewikkeld? Nee hoor. En ik laat jou zien waarom niet. Kun jij vertellen wie jij bent en wat je precies doet? Ja, mijn naam is Matthijs. Ik werk bij Heli. En Heli biedt al je deelvervoer in één app. En samen met Forum zijn we bezig om hier ook een mooie mobiliteitshub te maken. En hoe werkt dat precies? Nou, een mobiliteitshub is eigenlijk een plek waar wij verschillende soorten vervoer bij elkaar brengen. Die iedereen die er woont in het project gebruik van kan maken. Zoals je hier kunt zien, we hebben hier scooters, we hebben benzineauto's, elektrische auto's, fietsen en bakfietsen. Eigenlijk kun je elke dag opnieuw kiezen welk vervoersmiddel het beste past bij jouw reis. En ik hoor je steeds praten over een hub, maar wat is een hub nou precies? Nou, precies waar we nu staan. Een hub is eigenlijk niet meer dan de fysieke plek waar we alles makkelijk en handig bij elkaar zetten. Zo hoef je nooit te zoeken. Je kan elke dag opnieuw kiezen van waar heb ik het meest behoefte aan om nu mijn reis te maken. En wat kost dat nou, deelmobiliteit in je plan? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf waarmee je wil gaan reizen. Een scooter heeft een andere prijs dan een familieauto. Ik denk het belangrijkste is wat wij doen, is wij hebben alleen maar een minuuttarief, een uurtarief. Wij brengen niet de kilometers in rekening. Dat maakt het heel voorspelbaar. Je weet precies wat je kwijt bent, want of je nou naar Groningen rijdt of naar Utrecht of dichterbij, het is hetzelfde prijs per uur. Dus je betaalt eigenlijk alleen maar de tijd dat je de auto of de fiets meeneemt van de hub. Ik ga naar mijn oma en ik wil met de auto. Hoe werkt dat? Nou, het is heel simpel. Je kijkt in de app welke auto's er beschikbaar zijn voor de dag dat je naar je oma wil. Je kan gaan reserveren. Dus als je over 2 weken weg wil, dan kun je over 2 weken een reservering maken. Maar wil je nu weg, dan kun je nu kijken welke auto's er zijn en er eentje kiezen. En dat doe je gewoon in de app. Dus je kiest de auto van jouw keuze of de fiets. Je maakt de reservering en je drukt op de knop open en dan kun je gaan. Dus je hebt geen sleutels meer nodig. Je hebt verder eigenlijk niks meer nodig, behalve je telefoon en de hub. En als je onderweg moet laden of snel laden, dan zit er gewoon een laadpas in de auto waarmee je dat allemaal kan doen. Nou, we staan hier bij een deelscooter. Ja. En jij hebt het steeds over hoe makkelijk het is om een reservering te doen. Kun je mij laten zien dat het echt zo makkelijk is? Ja, natuurlijk. Je pakt de Heli-app. Het staat op je telefoon. Je kiest de scooter of de auto die je wil. Ja, en je drukt eigenlijk zo simpel als op het knopje openen. En de scooter in dit geval gaat open. En hetzelfde werkt met de auto's en met de bakfiets en de fietsen. Ben je ergens en ben je klaar of ben je onderweg en wil je een stop maken, dan druk je op de knop sluiten en dan gaat de scooter vanzelf weer op slot. En hoe weet ik nou welke scooter ik aan moet klikken in de app? Nou, elke scooter heeft zijn eigen nummer en dat geldt ook voor de auto's. Dus je kan in de app zien welke auto qua kenteken of het kenteken van de scooter. Je kan ook op dat moment kiezen. Hè? Dus als je zegt, van, joh, die auto staat niet lekker geparkeerd, ik wil een andere. Dan kun je gewoon ter plekke switchen van kenteken. Als je denkt, ik wil toch liever een blauwe auto vandaag dan een zwarte. Dat kan allemaal. Maar is het dan ook zo dat als ik weg ben met de scooter of met de auto en een andere gebruiker van de app heeft een auto of scooter nodig, dat die hem mee kan nemen? Jij hebt de zekerheid dat als jij de scooter of de auto of de fiets meeneemt, dat het jouw scooter of jouw fiets is. Eigenlijk net zoals je eigen auto, totdat je hem weer hier terugbrengt in de hub. Matthijs, dankjewel voor je tijd. Ik ben in ieder geval een heel stuk wijzer geworden. Ja. En ik hoop dat ik al jullie vragen heb kunnen beantwoorden. Ja, nou ja, heel leuk dat je er was. Leuk om het erover te vertellen. En ja, voor iedereen, wil je het een keer uitproberen? Download de Heli-app en kom een keer langs bij een van onze hubs.